PvdA'ers. Zo. Wauw. We zijn bij elkaar omdat het campagnetijd is. We gaan de strijd aan. We gaan het gevecht voeren. Voor fatsoenlijk werk voor iedereen. Voor goede leraren voor de klas. Voor liefdevolle zorg als je die nodig hebt. Voor een land waarbij iedereen zich zeker voelt en vooruit durft te denken. En dat kan ook. We hebben een geweldig land. We hebben een fantastisch land. We hebben heel veel om trots op te zijn en dankbaar voor te zijn. Waar je vrolijk van wordt. En toch missen we de balans. Toch dreigt er iets mis te gaan. Kijk maar wat je de afgelopen weken om je heen kon horen. Opeens een huisartsenpost die gaat sluiten. Overnacht een ziekenhuis dat failliet gaat. Waarbij, voor je het weet, je eigen moeder van het ene ziekenhuis naar het ander wordt vervoerd. Onzeker of het goed gaat met de medicijnen. Patiënten die niet weten waar ze terecht moeten. En wat zegt dan onze regering? Het is een stapel stenen. Zo'n faillissement is een stresstest voor de zorg. Nee, de zorg gaat over mensen en die moeten altijd voorop staan. Of dat je opeens op vrijdag je oudste zoon thuis hebt, wat gezellig is, die op de basisschool zit, maar niet omdat hij spijbelt, niet omdat het een studiedag is, maar omdat er te weinig leraren zijn. En dat de leraren die er zijn onder hele hoge druk hun werk staan te doen. Voor onze kinderen, voor onze toekomst. En wat zegt dan het kabinet? Nee, allemaal leuk. De VVD maakt een filmpje. De leraren verdienen nu wel genoeg. We moeten nu eerst de grote bedrijven wat extra's geven. En dat is een verkeerde keuze. Dit gaat over onze toekomst. Of dat je ziet dat terwijl er grote woningnood is en je op de wachtlijst staat, een klein krantenberichtje op de ene dag, op de andere dag niet één, niet twee, maar 1400 sociale huurwoningen verkocht worden van de ene belegger aan de andere. En jij maar wachten. En jij maar wachten terwijl je weet dat je er niet tussen komt en dat de kans dat jouw kinderen opgroeien in de stad waar je vandaan komt nul is als je geen miljonair bent. En wat zegt dan dit kabinet? Ja, het is een markt, de woningmarkt. Dus dan moeten de beleggers vooral de ruimte krijgen. Nee, het gaat over volkshuisvesting. Wonen is een grondrecht. Het zijn allemaal voorbeelden die te maken hebben met een manier van denken. En ik denk dat we met z'n allen snakken naar iets anders. Dit kabinet heeft de wind vol in de rug economisch. Nadat we met z'n allen in die afgelopen jaren de crisis hebben gevoeld. Nadat we hebben bezuinigd. Nadat we moeilijke dingen hebben gedaan. Gaat het eindelijk beter. En toch iedere keer als de vraag gesteld wordt. Wat is nu het belangrijkste wat we kunnen doen? Zullen we extra geld steken in de toekomst van onze kinderen. In het onderwijs en leerkrachten. Dan zegt het kabinet nee. Eerst de grote bedrijven. En als wij komen met voorstellen om meer betaalbare woningen te bouwen voor jong, voor oud, in de krimp, in de stad, dan zegt het kabinet nee, eerst de grote bedrijven. En als we zeggen, luister, bij die zorg gaat het toch om veel meer. Het gaat over de mensen die er werken en het gaat over de mensen die ervan afhankelijk zijn. Dan zegt het kabinet nee, het gaat over het systeem van de markt. Dat is belangrijker, de grote bedrijven. En dan binnenkort hebben we ook nog te verwachten de hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij we straks allemaal een proeftijd krijgen van 5 maanden. En in die 5 maanden kan je allemaal ontslagen worden zonder dat er een reden voor is. En waarom? Waarom moet dat? Wij zeggen, geef mensen een beetje zekerheid, vast inkomen, zodat je vooruit durft te denken. Zodat je tijd hebt voor je gezin, voor andere dingen. Nee, de markt gaat voor, de grote bedrijven gaan voor. Ik zeg u, we hebben daar genoeg van. Die manier van denken, dat marktdenken, het is over de datum. Deze vorm van liberalisme, het is over de datum. Deze VVD-mentaliteit, het is over de datum. En als ze zo doorgaan, dan is dit hele kabinet over de datum voor ze goed en wel begonnen zijn. Ja, mensen. Het is tijd voor een ander verhaal. Het is een tijd voor een optimistischer, vrolijker verhaal. Ik denk dat je pas echt rijk bent in een land als niemand arm is. En in deze stad 1 op de 5 kinderen in armoede. Dat hoeven we niet te laten gebeuren. Het is tijd voor een andere keuze. Kiezen voor de toekomst van die kinderen. Kiezen voor de leraren, voor onze klassen. Kiezen voor betaalbaar wonen. Kiezen voor de zorg voor mensen. In plaats van aldoor maar die markt, aldoor maar dat systeem. Dat verhaal, dat gaan wij vertellen. Sterker nog, dat verhaal gaat hier beginnen.
aanstaande woensdag, als er gestemd wordt in Groningen en op heel veel andere plekken in het land, hier op onze Roeland van der Schaaf en onze Carine, in Noordoost-Friesland bij onze Grieten, stem Grieten Lies Vief. Leek me goed om Fries te praten op de markt in Groningen. In Westerkwartier met onze Rianne, in Haarlemmermeer met onze Mieke, al die sterke vrouwen. En al die sterke mannen die zich willen inzetten voor de mensen van dit land, voor een positief, vrolijk, ander verhaal. Dan begint ons verhaal. En dan gaat het verder. In maart. Want bij de statenverkiezingen in maart met onze Meili Vos en heel veel anderen. Dan gaan we laten zien dat dat andere verhaal veel sterker is dan ze nu denken. Dan kunnen we de macht breken van het liberalisme, de macht breken van het marktdenken en de macht breken van dit kabinet. En dan zullen ze wel moeten luisteren naar wat de mensen willen. Mensen boven multinationals. Mensen boven multinationals. Mensen boven multinationals. En mensen... Dan gaan we door. Dan komt in mei komen de Europese verkiezingen. En dan hebben we met onze Frans Timmermans, onze Agnes Jongerius, onze Katy Perry, onze Paul Tang opnieuw een verhaal dat kracht uitstraalt, positief is, waar we onze waarden verdedigen en kiezen voor gelijkheid. Wij gaan die strijd aan. En om te beginnen gaan we heel Groningen. En we zijn aardig bezig. Rood kleuren, mensen overtuigen, praten over wat ons allemaal bezielt. De toekomst van deze stad, van dit land, dat doen we met z'n allen. Want wij zijn de Partij van de Arbeid. Succes! Campagne vieren. Winnen!